van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met jullie prachtig nieuw mooi boek. Doel is van dit gesprek om te kennis te maken met jullie prachtig boek. Maar ook om kennis te maken met de mannen achter het boek. Dus ik heb een hele snelle quickfire ronde bedacht van vragen om er even in te komen. We beginnen met Jan. Heel simpel Jan, ik vraag je dit of dat. En jij mag gewoon één kiezen, niet okay. Allebei. Ajax. Ja. Een man van geloof, hè, zoals we Jan kennen. Trouw en toegewijd. Jan, we beginnen. Ben je er klaar voor? Ja. Sushi of stampot? Stampot. Bos of strand? Strand. Trein of vliegtuig? Daar ben je wel erg benieuwd naar, hè? Ja, dat is echt verrassend. De trein, hoor. Ja. Petrus of Paulus? Paulus. Ik had liever een ander gehad, maar Paulus is goed. Okay. Schrijven of preken? Preken. Marijke of Marjoke? Beertje. Ja, nou, Jan heeft het heel goed gedaan. Ik denk dat het straks echt wat wordt met ons interview. En nu is Michiel aan de beurt. Ja, oké. Okay. Komt-ie, Michiel. Marijke of Marjoke? Ja, dat is wat Marjoke. Chips of chocola? Chips. Goed boek of Netflix? Pak je kans. Een goed boek. Oké. Apple of Android? Apple natuurlijk. Ja. Zomer of winter? Zomer. Rood of blauw? Rood. Rood. Ondanks, het boek is blauw. Ja, ja. Dat dacht ik ook. Nee, ik geef je een paar inkoppertjes voor de verkoop. Ja. Maar, het werkt niet, hè? Nee. Nou, zoals ik zeg, we zijn hier om iets meer te horen over het boek. We zijn natuurlijk heel benieuwd. Oh, Midas. Oh, lieve schat. Er zijn natuurlijk al zoveel boeken. Maar waarom dit boek? En wat, waar gaat het over? Wat kunnen we leren en ontdekken door het boek te lezen? Beginnen bij jou, Jan. Bij mij, ja. Nou, ik had vorig jaar na de zomer een afspraak met mijn uitgever gemaakt om een nieuw boek te schrijven. Het was mijn idee om een boek te schrijven over reflectievragen, mentorvragen, die ik eigenlijk altijd aan leiders stel. Dus dat idee had ik daarvoor. En ik had ook een periode al ingepland om te gaan schrijven. Toen kreeg ik fysiek wat problemen waardoor dat niet lukte. Dus het stagneerde even. En toen in december, had ik een artikel geschreven voor het Nederlands Dagblad. Met twee mannen, twee leiders uit het land. En toen vroeg ik me af, alle twee die mannen hebben boeken geschreven met anderen. En toen dacht ik, nou, dat kan ik niet, een boek schrijven met een ander. Dit vond ik al ingewikkeld, een artikel schrijven met anderen. Een boek schrijven. En toen dacht ik, nou ja, als ik dan ooit een boek zou willen schrijven met een ander, dan zou ik denken met Michiel Willers. Die gedachte kwam spontaan bij me op. Een weekje later zat ik in een lunch met Marijk samen en een bevriend echtpaar, Wim Hoddebach, Wim en Gea. En Wim had het artikel gelezen en die zei van, Jan, heb je er nooit over gedacht om samen met anderen een boek te lezen? Bijvoorbeeld met die auteurs van het artikel, waar ik vaak dingen mee doe. Een boek te schrijven bedoel je? Een boek schrijven, lezen, ja, zei ik. Ja, een boek schrijven, ja. Dankjewel, Michiel. En dus ik zei, nou ja, eigenlijk niet. Maar wellicht wel een keer. En toen zei Marijk, dan weet ik wel met wie. En dat is met Michiel. Dus ik had dat niet met haar gedeeld. Dus altijd hadden we de gedachte over Michiel. Dus toen heb ik hem een appje gestuurd, diezelfde dag nog. Met de vraag, zullen wij eens een kopje koffie drinken met elkaar? En even uitgelegd waarom. En zo zijn we uiteindelijk tot het boek gekomen. Zeker. Ja, het stond eigenlijk al vast dat hij met mij zou schrijven. Ik moest alleen nog even zeggen dat ik dat ook wilde. En dat heb ik gedaan. We hebben er samen over gesproken hoe we dat zouden gaan doen. De hoofdstukken hebben we samen bepaald. En toen hebben we de hoofdstukken ook verdeeld. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er in Nederland niet zoveel boeken zijn die gaan over, in de christelijke wereld, over reflectie, stilstaan bij jezelf. En daar is in christelijk Nederland misschien ook wel een beetje aversie tegen, in de zin van dat dat slecht zou zijn, of dat je daar niet te veel moet doen. Hè? Dat de Bijbel ons oproept om dat niet te doen. Ik weet niet waar het staat, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat denken. Maar eigenlijk is het heel mooi om bij je persoonlijke zaken stil te staan. En ik zeg, het zijn 10 thema's geworden, 10 hoofdstukken, 10 levensonderwerpen, levensvragen. En als je daar nou toch eens bij stilstaat, kan er 1 zijn, 2 zijn, dan mag ook alle 10. Maar
Er zal er vast wel één relevant zijn voor je, als je dat boek leest. En zo is het ontstaan. Ja. Mooi, dus zou je zeggen, is het boek echt gericht op leiders? Of kan elke christen het boek lezen? Heeft die daar ook echt wat aan dan? Ja, we dachten, als we het alleen voor leiders schrijven, dan is het zo'n smalle markt. Hè? Dus we zijn ook wel een beetje commercieel. Dus we hebben het breed geschreven, maar het is natuurlijk ook voor leiders uitstekend geschikt. We wilden graag het iedereen meegeven. En we hopen dat iedereen die het interessant vindt, zijn voordeel ermee doet. Ja. Nou, mooi. Jullie kennen elkaar natuurlijk lang en hebben heel lang samengewerkt. Jan, jij hebt meerdere boeken geschreven, maar dit was je eerste boek samen dan. Ja. Of jouw allereerste boek ooit. Hoe ging dat eigenlijk? Hoe was dat proces voor jullie? Wie begint er? Ja, Jan. Ja, ik. Oké. Kan ik nog even nadenken. Nou, ik had 14 reflectievragen en ik dacht van nou, ik schrijf altijd in 12 hoofdstukken. Een heel raar misschien, maar een boek 12 hoofdstukken. Dan kiest het 12 uit. En die heb ik genomen en ook aan Michiel voorgelegd van joh, dit is mijn idee wat ik al had voor het boek. Ik had al ook wat dingen erover over geschreven, had ik naar hem opgestuurd. En toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd van nou, laten we met elkaar gewoon kiezen waar we zelf het meest ons thuis in voelen. Waar we zeggen, hey, hier ligt wel mijn kracht. Uiteindelijk zijn het 10 hoofdstukken zijn het geworden. We hebben 10 de keuze van 10 gemaakt. Omdat het boek ook een bepaald formaat moet hebben. Het mag in verband met de prijs en zo. Kwam dat beter uit op die manier met 10 hoofdstukken. En hebben we alle twee de 5 onderwerpen gepakt waarvan we echt ervoeren. Daar ligt mijn passie, daar ligt mijn kracht om daarover over te schrijven. En zijn we gewoon gaan schrijven en hebben we steeds de hoofdstukken aan elkaar ook laten lezen. Om een stukje feedback te krijgen. En op die manier hebben we dat gedaan. Michiel heeft de inleiding geschreven. Vond ik wel heel mooi, want dat vind ik altijd een van de meest lastige dingen. En Michiel niet. En Michiel, daar ben ik eigenlijk zelf heel sterk in reflectievragen. Maar Michiel heeft de vragen genomen. Nou, dat kan ik helemaal niet. Dat heeft hij dus ook gedaan. De vragen naar elk hoofdstuk. Ja, en voor jou Michiel, was het elke avond blokken voordat je de volgende dag een afspraak met Jan had dan? We hadden eerder afgesproken dat ik de eerste hoofdstuk aan Jan zou laten lezen. Het voelde wel een beetje als een examen, zoals vroeger. Maar eigenlijk, Jan was heel positief. Jan is eigenlijk altijd positief, wat ik ook geschreven had, denk ik. Maar het is daarna ook nog eens door een paar redacteuren bekeken. En dat was veel minder leuk trouwens, hoor. Ja, Erika, waar zit je? Waar zit je? Nou, ja, we hadden Erika ingehuurd om als eerste naar het totale manuscript te kijken. Want we realiseerden ons wel dat we allebei verschillende schrijfstijlen hebben. Dus het moest een beetje op elkaar afgestemd worden. En toen zei Erika, nou, dit kan er wel uit en dat kan er wel uit. Ik zeg, ja, hallo Erika, weet je hoeveel moeite ik heb gedaan om dat erin te krijgen? Maar ze heeft het graag gedaan. Denk ik. Ja, dus jullie hebben allebei dus je eigen onderwerpen als het ware. Zou je iets kunnen vertellen? Wat zou je nu met ons willen delen uit een van die fragmenten van je hoofdstukken die jij hebt geschreven? Wat zou je willen toelichten nu je even kans hebt? Mag ik het voorlezen dan? Ja, zeker. Ja. Dat is een hoofdstuk wat gaat over betekenisvol leven. Dat is een hoofdstuk waarin ik deel dat heel veel mensen op zoek zijn naar geluk. En dat zoeken we in carrière, dat zoeken we in materie, dat zoeken we in relaties. En, maar dat is heel kwetsbaar. En uiteindelijk ben ik met vele anderen tot de conclusie gekomen dat je geluk niet haalt uit succes, maar uit een betekenisvol leven. Dus als je streeft naar een zinvol leven, dan is geluk de bonus die je erbij krijgt. En in het hoofdstuk schrijf ik uiteindelijk het volgende. Welke bijdrage lever jij? En die stel ik even, vraag ook even aan jullie. Hè? Dus kom nu even dichtbij. Welke bijdrage lever jij aan het leven van andere mensen? Leef jij een betekenisvol leven? Ik hoop niet dat je aan het einde van je leven tot de conclusie komt dat de ladder naar succes die je beklommen hebt tegen de verkeerde muur stond. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen om te beslissen wat jij het belangrijkste vindt, wat er uiteindelijk echt toe doet. En het is nooit te laat om te beginnen. Het is nooit te laat om dingen te herstellen en je prioriteit opnieuw vast te stellen. Jij kunt nu de keuze maken om een betekenisvol leven te leiden. Vind ik wel een mooie gedachte. Ja, zeker. Jij, Michiel, heb jij iets wat je... Ja, ik doe het even uit mijn hoofd. Hoofdstuk 6 gaat over verandering. Ik spreek heel veel mensen als coach en
We gaan allemaal door fasen heen van verandering en van iets afsluiten, iets nieuws beginnen. En dat was dit jaar voor mij ook, stond ook daar in het teken van iets afsluiten. Ik ben begin januari gestopt als voorganger van deze gemeente, van Shelter Haarlem. En ik had me goed voorbereid om dat model, wat ik wel vaker gebruik, ook eens op mezelf toe te passen. En daar gaat het ook in hoofdstuk 6 over. Dat je eigenlijk fasen hebt om, als je van de ene fase in een andere fase komt, dat je dat niet strak moet doen. Je houdt iets op en je begint meteen met iets nieuws. Maar het is eigenlijk heel mooi om er een soort tussenfase in te lassen. En die tussenfase heet dan neutrale zone. En dan is het goed om even het ongemak te voelen van de veranderde situatie eigenlijk. Ben ik van nature niet zo goed in. Ik ben nogal van snelheid. Ik liep van de week met iemand een wandeling. En ik liep in de no time was ik die persoon kwijt. Ik liep iets uit. Ja. Maar dat zegt iets over het tempo wat ik eigenlijk normaal in mijn leven hanteer. Maar voor overgangsfase van het oude naar het nieuwe, dan is het goed om eigenlijk wat pauze in te lassen. Ja, ik las laatst een mooie uitspraak over ga je alleen, kan je er snel komen. Hè? Maar ga je samen, dan kom je ver. Ja, nou mooi. En door dit boek worden we uitgenodigd om te reflecteren, hè, door middel van de vragen. En ik vroeg me af, hoe doen jullie dat zelf? Hoe nemen jullie de tijd, wat voor vorm geef je dat reflecteren en dat nadenken? Dus begin bij jou, Michiel. Ja, ik hou regelmatig 2 keer in de maand een inspiratiedag, noem ik dat. En dat is dan, geef mezelf toestemming om ruksigeloos te improviseren op de dag. Dus ik denk, ga ik naar het strand, ga ik naar een koffietent, de bibliotheek. En dan begin ik meestal met mijn gedachten op te schrijven over de afgelopen 2 weken. En dan de eerste vraag die ik mezelf stel, hoe gaat het? Hoe is het met mij? En dan beantwoord ik die vraag. En dan komt daar meestal een heel verhaal uit van allerlei dingen die ik meemaak, waar ik blij over ben en waar ik misschien nog kan verbeteren, kan groeien. En door dat structureel te doen, kan ik ook weer een beetje teruglezen. En dan zie ik ook de ontwikkelingen die ik in mijn eigen leven doormaak. Ja, dus je schrijft ook dingen op, niet alleen maar dat je over nadenkt, maar je maakt het echt concreet. Ja, dat raad ik iedereen aan om iets op te schrijven, want als je opschrijft, dan heb je het voordeel dat je terug kunt kijken. Dus we doen veel dingen in ons hoofd. Dat is ook prima en gelukkig, daar hebben we het hoofd ook voor. Maar soms blijft er iets te veel in rondzweven, zou ik zeggen. En mensen die talent hebben om heel veel te denken, die zouden eigenlijk iets meer moeten opschrijven. Want dan kun je parkeren en dan kun je het ook later weer teruglezen. Want je vergeet eigenlijk waarin je groeit of wat je moeilijk vond of nou ja, wat je meemaakt. Dus ik ben niet zozeer voor een dagboek, maar een 2-wekelijks boek, zou ik zeggen. Ja. En jij, Jan? Hoe reflecteer ik? Ja, door in een spiegel te kijken. En die spiegel is mijn rijk en die is zo confronterend. Dat is mijn reflectie, nou, gekheid. Ik moet altijd oppassen dat ik niet te veel eigenlijk naar binnen kijk. Dus ik ben iemand die zijn leven lang eigenlijk dat gewoon wel doet van nature. En draag ik altijd mee. Ik kijk altijd heel kritisch naar mezelf. En ik probeer altijd dingen te verbeteren in mijn leven. Dat heeft er denk ik altijd wel ingezeten. Alleen opnieuw ook bij het schrijven van het boek werd ik ook alweer geconfronteerd met het feit dat ik heel veel doe aan zelfreflectie. Maar dat ik er vaak niet in slaag om ook elke keer te veranderen. Dus dat er bepaalde eigenschappen in mijn leven zijn. Ik ben nu 69. En ik heb kort geleden met het bestuur gezeten van Hartlink. En daarin verteld wat ik van plan was, een verandering. En ze keken me allemaal met een bepaalde glimlach aan. Die eigenlijk zei van, we moeten dit nog zien, dat hebben we vaker van je gehoord. Dus dat was een beetje confronterend was dat. Ik kijk even nu naar een aantal bestuursleden. Waar zitten jullie? Ja, zit er een naast je. Zit er een naast je. Heel confronterend. En maar dat vind ik eigenlijk het meest lastige. Reflecteren vind ik niet moeilijk, heb ik altijd gedaan. Maar het in praktijk brengen is wel erg lastig. En ik merk toch dat bepaalde patronen in je leven, die zijn zo verweven met wie je bent, uiteindelijk denk ik dan, dat het heel lastig is. Maar ik blijf het doen. Ja, dus reflecteren is heel belangrijk. Ja. Maar ik vroeg me af in hoever
in hoeverre deel je dan de dingen die in je omgaan met mensen die of heel dicht bij je staan of juist iets verder van je afstaan? Want wat je zegt, je kan zelf heel veel over dingen nadenken, maar misschien klopt je eigen beeld niet helemaal of kom je tot verkeerde conclusies of iets. Dus is dat ook iets wat jullie regelmatig doen? Gewoon echt die diepe dingen met mensen delen? Ja, en zo ja, zeker. Met wie? Ja, ik zou zeggen, je kunt op twee manieren reflecteren. Dat is in de eerste plaats om zelf wat dingen op te schrijven. Maar als je het verhaal wat in je hoofd zit tegen iemand anders vertelt, dat is eigenlijk hetzelfde. En het grote voordeel is, als je de ander niet verbiedt om iets terug te zeggen, dan heb je er ook wat aan. Hè? Dan gaat hij je vragen stellen en dan krijg je eigenlijk misschien ook wel een beetje feedback al op hoe iemand jou beleeft en hoe iemand dan tegen die situatie aankijkt. Ik laat mijn reflecties altijd aan Mirjoke lezen. Zo van, dan ben je weer bijgepraat. Het scheelt weer. En, en daar hebben we het dan meestal ook nog wel even over. Dus er zijn meerdere mensen die ik iets laat lezen. Maar het is misschien een beetje selectief. Ik laat niet iedereen alles lezen. Maar dat lijkt me ook gezond en verstandig. Ja, lijkt mij ook. En jij, Jan? Ja, ik heb natuurlijk Marijke met wie ik sowieso natuurlijk dingen deel en heel open ben. Maar ik heb ook een aantal hele diepe vrienden met wie ik echt wel alles deel. En dat helpt mij ook enorm in het processen van dingen. Ja, dus ik kan echt zeggen dat ik behoorlijk open ben en kwetsbaar in waar ik sta en waar ik mee bezig ben. En dat vind ik altijd prettig om daar om dat van me af te praten, ook met vrienden waar ik dan mee opwandel. Ja. Oh, mooi. Nou, hebben jullie dus het boek geschreven, maar dat betekent natuurlijk niet dat het proces helemaal af is en dat jullie alles weten op dit gebied en dat jullie nu zo van, nou, de klus is geklaard. Hè? Heeft het schrijven van dit boek nog nieuwe inzichten gebracht voor jullie? Jij op je 69ste, Jan, Michiel iets jonger, maar... werd je bij het schrijven van het boek op nieuwe inzichten gebracht? Ja, ik heb er vanochtend ook iets over in de gemeente gezegd. Ik dacht, ja, nu moet ik gaan schrijven. Ik kan wel best wel aardige stukjes schrijven. Maar nu moest het iets langer zijn. Dus elk hoofdstuk heeft ongeveer 5000 woorden. En in de eerste plaats dacht ik, ik realiseer me dat ik heel erg beïnvloed ben door Jan. En dus ik maakte me een beetje zorgen dat ik precies hetzelfde zou opschrijven als wat hij ook zou doen. Is niet gebeurd. Maar, dus ik realiseerde me dat ik enorm beïnvloed ben door Jan. En dat was ook eigenlijk wel een hele mooie ontdekking. Dat er iemand is die... Er zijn meerdere mensen, maar Jan heeft ontzettend veel invloed op mij gehad. Heel positieve invloeden, zeker. Dat is mooi om te realiseren. Ik maakte me ook wel een beetje zorgen of ik wel genoeg inhoud had. Hè. Jan die... Volgens mij kan hij elk half jaar wel een boek schrijven. Omdat hij ook zoveel informatie heeft waar hij uit kan putten. Dus ik dacht, wat heb ik allemaal eigenlijk? Maar dat viel me eigenlijk best wel mee. Dat ik ook wel een aantal dingen had waar ik uit kon putten. Dat was wel fijn om te ontdekken. Dus eigenlijk vulden de hoofdstukken zich vanzelf. Toen ik ermee bezig was. Dus dat was eigenlijk wel een hele mooie ontdekking. En jij, Jan, nieuwe inzichten gekregen? Nou, ik vond het heel leuk om het boek dus samen te schrijven. En wat ik merkte is, in het boek, ik vind het ook het beste boek wat ik nu toe geschreven heb. Meen ik echt. Omdat ik merkte van, hé, hier zit mijn kracht in. Maar mijn kracht is ook beperkt. Ik heb ook mijn zwakte. Toen we samen functioneerden als voorgangers, complementeerden we elkaar ook gigantisch. En Michiel en ik zijn echt heel, heel verschillend. En dat is denk ik ook dan de kracht van het boek geworden. Ik merkte echt van dat we complementair daarin waren, elkaar aanvulden. Dus zijn kracht, mijn kracht. Ja, dan krijg je gewoon een fantastisch mooi boek. Dat vond ik wel een hele mooie ontdekking. En dat heeft ertoe geleid, dat initiatief heb ik niet eens genomen, maar twee mensen hebben mij benaderd om ook samen een boek te schrijven. En tegen alle twee heb ik ja gezegd. Dus het komend jaar verschijnen nog twee boeken van mijn hand. Samen met twee andere schrijvers. Ik denk, hé, dit is leuk. Dan krijg je echt iets heel, heel moois. Mooi. 1 plus 1 is 3. Ja. Nou, ik weet, Michiel, toen jij me belde en vroeg of ik vanmiddag erbij kon zijn. Je vertelde dat je samen met Jan een boek had geschreven. Zei ik volmondig, ja, vind ik leuk. Alleen ik had al een lunchafspraak staan met onze oude buren. Dus ik had de oude buren gewoon gevraagd, vinden jullie het goed als we dan het afspraak rond uur of 3 afronden? Want ik moet weg voor een boekpresentatie. Oh, hartstikke leuk. En waar gaat het boek over?
En ik zei, ja, ik had geen idee. En ze zei, oh. En ik hoorde haar een soort van vraagtekens. Ik zei, ja, maar ik ken de auteurs. En ik vind dat zo bijzonder. Jullie zijn twee mannen die we kennen, die echt mannen van God zijn. Die het beste voor hebben met mensen die Jezus willen volgen. Oprecht, integer. Zo jezelf inzetten voor een ander. Maar wij kennen jullie en wij hebben dat voorrecht. Voor de mensen die jullie niet kennen. En die wel door het boek heen jullie zouden kunnen leren kennen, deels. Hoe zou je gewoon een paar zinnen kunnen samenvatten wat ze echt aan dit boek zouden hebben? Wat zou het voor ze kunnen betekenen? Oeh, wat een goede vraag zeg. Ik zou zeggen, laat je verrassen door stukjes die je leest. En de vragen die voorbij komen. Ik zeg heel vaak, mensen zijn niet op zoek naar informatie, maar naar inspiratie. En inspiratie kun je vinden door iets te lezen wat op dat moment wat je misschien nodig hebt. Hè. Dus in dit boek kun je ook gewoon met hoofdstuk 9 beginnen. Dus kies er vooral uit wat relevant is voor jou op dat moment. En laat je verrassen door wat je leest. En probeer het te betrekken op jezelf. Want dan heb je er denk ik het meeste aan. Ja, mooi. Nou, die buurvrouw vandaag las even steeds de bladzijde open en ze las één uitspraak en zei, nou, dit is zo voor mij bedoeld. En we hadden een extra exemplaar weg te geven, dus ik kon het al mooi aan haar geven. Het is leuk, hè, dat één uitspraak op een bladzijde raakt al een mensenleven. Maar Jan, wat zou jij zeggen? Deze laatste vraag hadden we dus niet voorbereid. Dus de andere wisten we en deze stelt ze spontaan. Dus ik vluchtte in mijn boek. Ja. Heel nee, goed. Maar ik dacht gelijk van, dit, wat ik hier voorlees, daar wordt iedereen mee geconfronteerd. Of je nou geen christen bent, wel christen bent, of je een moslim bent. De meesten van ons zoeken wat af. We hollen, we vliegen, we willen altijd meer. Wat doen we ons best om te presteren? We moeten de leukste, de beste of de snelste zijn. Wat steken we veel tijd en energie in beter worden, uitblinken, concurreren, deadlines halen, bewijzen dat we het kunnen en aan alle verwachtingen voldoen. We moeten van alles. Hebben continu haast, staan voortdurend aan. En we mogen natuurlijk niets missen. Checken voortdurend onze sociale media en zijn verslaafd aan likes. En waarvoor? Is het niet omdat we denken dat ons geluk daarvan afhangt. Nou, ik denk dat iedereen die dat leest, die wordt geconfronteerd met zichzelf. En die denkt, hey, ik wil wel even verder lezen nu. Wat geeft deze heren voor antwoord daarop? Nou, mooi. Hey, ik wil jullie bedanken voor de tijd en voor jullie inzet. Voor je bereidheid ook om naar God te luisteren en om dit allemaal met ons te delen. En heel fijn om dit te mogen doen. Zullen we ze een groot applaus geven? Yes, dankjewel.